Oké, dit is mijn nieuwe puppy Olly en ik heb hem vandaag gehaald. Alleen weet mijn huisgenoten er nog niks van, dus laten we ze gaan verrassen. Oké, laten we gaan kijken bij Saltino. Hij zit hier op de kamer, hij heeft geen idee. Ja, ik moet hem filmen, ik snap dat Olly zat erin, maar... Kijk eens hier! Olly! Oh, hallo daar! Wie ben je dan? Ja, Stino. Dit is mijn nieuwe puppy. Deze voor ons. Echt? Ja. Oh, hey, oké, dat is een goede reactie. Oké, laten we nu gaan kijken bij Jesse en Giel. Oké, we gaan nu bij Jesse kijken. Let's go. Kijk eens wat hier is. Ja, leuk, een hond. Nee, deze. Jesse, dit is mijn nieuwe puppy. Ben je lief? Nu ben je mijn puppy. Dus nu blijf je even mee. Oké, en nu gaan we Giel ermee verrassen. Natuurlijk weten ze dat ik een puppy wilde halen, maar ze hebben geen idee dat het vandaag is. Dus laten we gaan kijken. Hij gaat sowieso positief reageren. Kijk, we hebben een hond. Zie je dat? Kijk, de cameraman heeft een nieuwe hond gehaald. Ja, leuk. Of toch niet? Kijk, dit is Olly! Olly! Kijk eens, Giel. Heb je een hond gehaald? Ja. Heb je het echt gedaan? Ja, dat zie je toch? Het is een echte hond. Fokkie schattig. Mag ik hem hebben? Het is onze hond, oké? Maar als echte influencers gaan we natuurlijk hele leuke challenges doen met Olly. En de allereerste challenge is, we gaan proberen een TikTok te maken met Olly. En we gaan kijken wie de meeste likes krijgt. En die heeft de eerste challenge gewonnen, TikTok challenge met Olly. Kijk, ik wil natuurlijk de TikTok challenge winnen. En we hebben hier een schattige doggo genaamd Olly. En ik heb zelf 2 cavia's. En schattig is viral. Dit is onze nieuwe puppy genaamd Olly. Nu laat ik Olly even chillen, pak mijn cavia's erbij. Ga ik nog een shot maken, dat de cavia's die laat ik ook zien. Hey joh. Dit is mijn ginger cavia genaamd Lookie. En dit zijn mijn 2 cavia's, Lookie en Nola. Oké, niet boos worden, hè? Je moet lief zijn tegen een puppy. En let's go, hoe gaan ze met elkaar reageren? Oh, Olly. Oh, ze is een beetje bang. Dit is onze nieuwe puppy genaamd Olly. En dit zijn mijn 2 cavia's, Lookie en Nola. En ik ga nu voor het eerst Nola en Lookie laten meeten met Olly. En ik ben heel benieuwd hoe ze gaan reageren. Oké, niet boos worden, hè? Je moet lief zijn tegen een puppy. En let's go. En hoe gaan ze met elkaar reageren? Oh, Olly. Kijk, caviatjes. Gaan we lief zijn. Je moet schattig doen. Kom maar. Nou, ze is een beetje bang. Ik ga samen met mijn dreamteam, Olly en ik, de meest viral TikTok maken. Ik ga namelijk een Lion King TikTok maken waarin ik hem ga presenteren aan de wereld als onze nieuwe hond. En dit is de TikTok. Oké, ik heb het idee om de meest viral TikTok ooit te gaan maken met Olly. Olly is op dit moment lekker aan het snuffelen, hè Olly? Maar wat ik ga doen, ik ga een TikTok trend doen waar hij gaat reageren eigenlijk op dit geluidje. Kijk maar, dit is mijn TikTok. If you have a dog, turn your volume up to see what their reaction will be for the following sounds. Or don't, I can't really tell you what to do. Oké, mijn TikTok gaat zijn dat ik zogenaamd heel graag een puppy wil. En dat ik dan een idee heb dat ik hem uit mijn scherm ga trekken met een afbeelding. Ja, lieve. Laten we dat maar even snel doen. Oké, heeft iedereen zijn TikTok gewoon? Yes! Oké, we gaan dus aan het eind van de video kijken welke de meeste likes heeft. Maar Olly moet natuurlijk ook een huisje. En op dit moment is Olly aan het chillen, want hij is nog maar een puppy. Hij kan niet de hele tijd erbij zijn. Maar wij gaan ondertussen in deze 5 minuten een huis bouwen. En dat doen we met een... doos. Iedereen krijgt een doos. 5 minuten tijd om de leukste hondenhokje mee te maken. Gaat dat lukken? Yes! Ja, kan je niet gewoon één kopen? Nee, je kan er geen kopen. Jesse, je moet een keer werken. Oké, we zitten allemaal in een kringetje klaar. Giel zit klaar, Jesse zit klaar, Santino zit klaar. En laten we gaan beginnen. We hebben 5 minuten. Dus 3, 2, 1, let's go! Smiley! Eerste reep. Hoe goed? Dit wordt mijn huisdesign. Yeah. Het is toch prachtig, jongen. Ik heb ook een mooie rode stip. Want het moet wel Olly's hokje zijn. Dus dat ga ik erop schrijven. Olly! Hoppen dicht. En ga maar niet naden. Nou, we hebben een mooie ingang. Kijk, dames en heren, wat mooi. Deurtje, raampje. Oh, wat wordt dit toch een mooi hokje? Ik heb heel misschien een paar krassen in de tafel gemaakt, hè? Oh nee. Maar het raampje moet natuurlijk ook een doel hebben. Dus ik had een heel leuk idee. En daar gaat de stift. Daar komt de stift weer bij. Oh nee. Oh, stift op mijn hand. Hoe kom jij? Hoe kom je nu stiften?
internet. Ik zit met duct tape zit ik dingen te schrijven en jullie hebben stift. Ja, maar dat is creatief. Ja, yes, creatief voor jou. Maar we zitten hier die duct tape, ik probeer een oog te maken en die oog ziet er zo uit. Dus kijk, het raampje is voor koekjes. Daarom staat er drie keer koekjes op met een pijl. Olly moet gewoon koekjes krijgen en Olly houdt van koekjes. Dus hij gaat sowieso bij mij in de hok, want dan krijgt hij koekjes. Als hij hier niet ingaat, dan weet ik het ook niet meer. Hij is ook klaar. Voor mij ook. Santino, ik wil je niet laten stressen. Je bent leuk bezig, maar je hebt nog maar 10 seconden. Ja, ik probeer het. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eind. Klaar. Oké, al onze hondenhokken staan in een cirkel. Olly is hier. Ik ga hem in het midden zetten. En dan gaan we kijken waar Olly als eerste naartoe gaat. En die heeft deze challenge gewonnen. Oké, dan gaan we dan, jongens. 3, 2, 1. Dit is zo logisch! Dit is echt ongelooflijk! Ja, maar hij is nog niet in je huis. Nee, dat is zeker waar. Kijk, daar hebben we het dak. Kom eens, Olly. Kijk eens. Nee! Kom eens, Olly. Olly. Kus hier. Olly. Olly. Oh mijn god! Oh mijn god, hij staat op de kast! Ja! Dat is super sick! Nee, nu kom je pas bij mij. Oh. Dat is echt sick! Dat is echt heerlijk. We zijn 24 uur verder en we gaan kijken welke TikTok het meest viral is gegaan. Oké, Santino, hoeveel likes heeft jouw TikTok nu gehaald? 3352. Oké, dan sta je tot nu toe eerste. Jesse, hoeveel likes heb jouw TikTok gehaald? 10.000! En Giel, hoeveel likes heb jouw TikTok gehaald? Dit ga je niet geloven, maar 200 hele likes, dames en heren. We hebben hem! En jongens, mijn TikTok heeft 2102 likes. Dat betekent dat Jesse de challenge heeft gewonnen. Jesse zit deze hele video te winnen. Net ook al. Ja. En jongens, ik heb dit nog niet verteld. Maar Giel, Stino en ik zijn dus verliezers. En wij moeten aan het rad der straffen draaien. Zo gezellig. En omdat Jesse de winnaar is, mag Jesse voor mij draaien. Dus draai maar voor mij, Jesse. Ik heb geen idee wat het is, hè? Ik zie het zo. Nee, dan gaan we straks afpakken. Kijk, als het nou geel is. Nou, bijna rood. Ik weet wat voor challenges hierop zitten. En die zijn niet leuk. Aanval mee, rennen rondje om het huis. Rennen rondje! Jij hebt echt geluk. Jij hebt geluk. Nou, jongens, iedereen. Nou, het huis staat hier achter mij en ik ga een rondje rennen om het huis heen. Let's go. Oké, terwijl Mick een rondje om het huis aan het rennen is, ga ik natuurlijk weer draaien. En ik ben benieuwd. Wat krijgen we? Hopelijk paars. Paars. Wat doe je nou hier? Hij staat lekker. Nee, rood. 10 keer gewicht tillen. Nou, dat heb ik laatst ook al gedaan. Helemaal top. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alsjeblieft. Zo dat jij wat. Alsjeblieft. Ik word echt gek anders. Ik word echt gek. Please. Hij is groen. Hij is groen. Je zou denken geluk dan. Alsjeblieft. Harsjeblieft. Harsje been. Dat meen je niet. Oeh, ik ben er bijna, jongens. Oh, dit vind ik echt niet leuk. Oh, laatste meters en ik heb een rondje om het huis gerend. Waarom heb ik nou niet meer likes gekregen? 10. Ik word zo zenuwachtig. Oh, nee. Nee, doe het. Nee. Oprecht. Ja. Oké. 3, 2. Oh,